na Boezie. Boezie na wie? In augustus 2012 is gestart met de eerste fase van het Suriname Red Plus project. De bedoeling van het Red Plus project in Suriname is om een voorstel te schrijven voor de Wereldbank. In het voorstel verwoordt Suriname haar toekomstvisie op bosgebruik en bosbeheer. Met een ontbossing van slechts 0,02% en een bebossing van bijna 94% is Suriname nog op tijd om op een duurzame manier vooruit te kijken. Om deze visie op bosbehoud en beheer te ontwikkelen, zijn er verschillende stappen ondernomen. Allereerst is het projectmanagementteam ingesteld. Zij is verantwoordelijk voor de coördinatie van het Suriname Red Plus project en voert het project uit onder leiding van het kabinet van de president. Op 3 oktober is de projectgroep Red Plus geïnstalleerd. Mannen en vrouwen met kennis over het bos. Dat het bos belangrijk is voor Suriname werd nogmaals benadrukt door de aanwezigheid van 2 gramangs die beide hun zegen voor de start van het project uitspraken. Het is een goede project, goed voor mij. Ik heb het prima gevonden, omdat ik moet mijn bos ook beschermen en ik moet weten waarom ik mijn bos moet beschermen. Dus het is goed dat deze project begint en we zullen verder eraan werken. Dat niet bij dat ik ben, vind ik wel positief zijn. Dus wil ik dignitaris van binnenland, hoe de klaar voor ondersteun, per adefa nodig voor die ondersteuning voor abo en bovenloop. Ook de vertegenwoordiger van kleinschalige goudmijnbouwers was aanwezig om steun te verlenen voor het behoud van het bos. De binnenlandse gemeenschap heeft al lang, eeuwenlang aan conservatie van die de natuur gewerkt. Nu men daadwerkelijk stappen maakt om het in een gedocumenteerde vorm te doen, dan is het zeer positief. Ja. De projectgroep kon meteen aan het werk, want op 8 oktober stond de kennismakingsworkshop op het programma. Internationale en nationale consultants hielden presentaties over de achtergrond van Red Plus. Ik wil als eerste aangeven, Red Plus is vrijwillig. Participatie is niet verplicht. Maar we willen wel een systeem in place hebben, zeg maar, waar iedereen die een bijdrage wil leveren of die een bijdrage kan leveren, ook daadwerkelijk die bijdrage levert. Dat is wat stakeholder engagement strategie inhoudt. Zij spraken over wat de vereisten zijn, welke stappen doorlopen moeten worden, wat de behoefte is aan informatie en hoe Red Plus zou kunnen werken. Suriname moet een voorstel indienen bij de Wereldbank dat voldoet aan internationale eisen. Hiertoe zijn er 6 mensen door het managementteam geselecteerd die het voorstel samenstellen. De uitkomsten van de projectgroepmeetings en de kroetoes worden opgenomen in dit voorstel. Na de voorbereidende projectgroepmeeting op 24 oktober, waarbij benodigdheden voor de kroetoes werden besproken, is er besloten om Red Plus assistenten te trainen. Op 14 en 15 november zijn vertegenwoordigers van diverse traditionele leefgemeenschappen afgevaren door de Gramangs om een training te volgen. Begrippen als klimaatverandering en Red Plus werden verder uitgediept, zodat deze Red Plus assistenten, of Red Yipimang, de kroetoes konden gaan leiden. Sa disna wang uitleg sa project meki voor abakase die zee a jitin so uitleg voor klimaatsverandering voor alweer veranderd skrifi adin bakratongo ma mi denki tak no sabi mi mus luku den sma fu bakase sorry mus luku den sma fu bakase ifa kan den in sranatongo. In totaal hebben 17 Red Plus assistenten een certificaat van de afgeronde training ontvangen. Enkele van hen vertellen over hun ervaringen. Ja, SD op het begin aan een seminar als trainer. En ik kon aan ontvangen bij de Valkboom. Ja, de Karun kon welkom aan in zijn oestdong. En dan begin aan vragen. En zo een Red Plus
En we rokken op Arabstrus de Soruno van Alassani Muswaka, van Omschari, Ataki Waka, go in a Beneland, Nanga de Smaf Uno, Uno Nanga de Omstakang de Respeki Fasi, en Totak Nanga de Omarkiting, de antwoord Sade Opichuno Baka, Uno Nanga de Mustakte of Venus Refi, tap a juiste Fasi. Want wij wonen in het bos en wij weten hoe we omgaan met het bos. Dus dat is voor ons belangrijk om ons vanaf het begin te betrekken. Niet dat, dat het eerst moet mislopen voordat ze ons erbij betrekken. Maar we zijn blij dat we toch eruit zijn gekomen dat we samen moeten werken. Want het gaat, hoe je het ook draait of keert, het gaat om ons land. En wij moeten het samen opbouwen. Our shop Waka Bushwiti, Mibe Lobeng. Vanaf het begin Mibe Lobeng. Afasva de Macharen Cafési. Info amabe shuti amabe wakabun mi belo fa ala desma bechare problema ma eigenlijk a training dis a bende wan train fg unu sa muschara boskopu gomorofara en mi belo be fa ma bende israna tongo ook toe. Op 22 november was de allereerste Red Crew toe op uitnodiging van de Gramang van de Aluku Emmanuel Jacobi. De projectgroepleden zijn naar Kotika aan de Lawa gevlogen om al daar met de gezagdragers en bewoners te praten over hoe zij de toekomst van hun bos zien. Hoe het bos behouden moet worden. Wat voorwaarden zijn. En waarom het bos voor hen belangrijk is. Akorofaya, Borinja, Kapgrom, Aoudouf met Boto en met Pari. Levi, Lugo, afosje letter ja. Nee, de poen die is te voor ja. Nee, de poen die is te voor. Dat je want dat je eerst letter ja, want dat je fumender als moko. Op 22 en 23 november was de projectgroep naar Apura op uitnodiging van kapitein Carlo Lewis. De aanwezigen hier gaven enkele ingrijpende voorbeelden van klimaatverandering. This season all changed. Because when you think you will get the sun, you will get the rain. And when you will get the rain, you will get the sun. Because the weather, it all changes. Faz um corpo moro faia de banana e com spangoro. Dus gewoon de fado de broco. En ane com. Dus dat na dat. Nou, abe boom, omdat die abe de duidelijk gines masankong. En des masankong be arki en sang belangrijk. Natak te u takwan sani, das ma begrijp asani de kan tak chin so baka. Maar if de no begrijp next, de no man tak baka. Maar te den begrijpen dat den tak baka dat je shitaki abung. En sowieso, wan los an kon ter sprake, sang moest go verbeter fu asan kon moro betre. Terwijl de schrijversgroep nog bezig is alle waardevolle data te verwerken, houden wij de Takmakandra Abra Red Plus in Suriname. Inmiddels hebben we geleerd dat het bos en de mensen veranderingen meemaken in hun leefomgeving. We hebben ook de kilometers bos vanuit vliegtuig en boot mogen aanschouwen. Suriname is klaar om haar bos te beschermen en te behouden voor de toekomst. Daar praten we gezamenlijk verder over. Vandaag en daarna. Wie naar Boezie? Boezie naar wie?